Hi, ik ben Ferdinand en in deze video kijk ik naar de nieuwe noise cancelling topper van Bose, de Bose Quiet Comfort 45. Bose is al jarenlang een grote speler op de noise cancelling markt. Zo eerder hebben ze ook gemaakt de Bose Quiet Comfort 35 en de Bose Quiet Comfort 35 2 in 2017. En in 2019 maakten ze de Bose Noise Cancelling Headphones 700. Allebei topkwaliteit noise cancelling voor die tijd. En vandaag de dag zijn we dan beland bij deze, de Bose Quiet Comfort 45. Ja, wil je nou meer informatie over die andere twee producten? Check dan het i'tje. En in deze video ga ik natuurlijk uitgebreid in op deze jongen. En laten we beginnen bij het design. Qua uiterlijk heeft hij eigenlijk precies hetzelfde ontwerp als de Bose Quiet Comfort 35 2. Ja, dat was toen al een succes, dus hij heeft nu enkele kleine aanpassingen. Zo heeft hij nu een USB-C poort om op te laden en heeft hij één LED lampje in plaats van twee, die dus met twee verschillende kleuren aangeeft wat de verbindingsstatus is en wat de accu-status is. Nou, voor de rest is hij nog steeds van stevige materialen, licht ook, hij is niet zo heel zwaar. Is hij lekker flexibel, heeft hij hele zachte kussentjes rondom de oren, maar ook op je hoofd. En ook na lang gebruik, dus uren achter elkaar muziek luisteren, zit hij nog steeds lekker. En dat komt ook wel omdat de binnenkant schuin afloopt zo met je oren mee. Dus je oren zitten vrij en je voelt dus eigenlijk alleen maar het zachte gedeelte op je hoofd. En dat zit echt heerlijk. Wat opvalt is dat er dus een koptelefoon uit wordt gebracht in 2021 waarbij alles bijna touch is. Nou, deze heeft dat dus niet en dat vind ik eigenlijk wel heel erg prettig, want zowel de muziek als het volume kun je allemaal bedienen met de drie knopjes op de rechter oorschelp. En het fijne daarvan is dat de middelste knop net wat lager ligt, dus als je vinger er blind op landt, dan kun je precies onderscheiden waar van op de plek op de drie knopjes jouw vinger zit en kun je ze sneller bedienen. Dus dat is een klein detail, maar het maakt wel de bediening veel makkelijker. Qua geluid heeft hij echt een super helder, gebalanceerd en gedetailleerd geluid. Je hoort de plingeltjes, je hoort de zang, je hoort zeg maar wat er echt in de studio is gebeurd bij het opnemen. Dat hoor je allemaal terug. Het is super gebalanceerd en dit soundprofiel, daar moet je het ook eigenlijk mee doen. Want in de app wordt er niet een equalizer aangeboden waarmee je zelf dus de bas of de treble omhoog of omlaag kan schuiven. Wel heeft hij een volumeafhankelijke active equalizer. Dat is niet helemaal hetzelfde. Daarmee past hij dus automatisch zelf het geluid een beetje aan afhankelijk van het volume. Dus doe je het volume heel laag, dan zorgt die equalizer ervoor dat je de bassen blijft horen. En zet je het volume nou heel hoog, dan zorgt hij ervoor dat het niet schel gaat klinken. Dus onafhankelijk het volume blijft hij altijd helder en gebalanceerd. En wil je nou wel een beetje je eigen smaakje eraan toevoegen, ja, dan ben je een beetje aangewezen op de equalizer van je telefoon, als die dat heeft, of een streamingdienst die dat zelf misschien aanbiedt. En zo klinkt het als je met mij aan het bellen bent en ik heb de Bose Quiet Comfort 45 op mijn hoofd. Ja, het klinkt natuurlijk hartstikke goed, want ik zit in een stille ruimte. Er is namelijk een vierde microfoon eraan toegevoegd om dat omgevingsgeluid weg te filteren uit het gesprek. Nou heb ik hier natuurlijk weinig omgevingsgeluid, behalve de ventilatie. Maar daar kan ik verandering in brengen. Ik sta nu bijvoorbeeld midden op Centraal Station op Koningsdag. Mega druk, veel mensen, veel lawaai. Maar als het goed is, hoor je mij nog steeds heel goed. Ja, dus al sta ik heel dringend uit te leggen waar je moet zijn. Volgens mij kun je mij dan prima verstaan. En eigenlijk best wel goede kwaliteit. Dus die vierde microfoon, die doet zeker zijn werk. En dan waar deze koptelefoonlijn zo bekend om staat en waar die zo goed in is. De noise cancelling. En ja, hij is ijzersterk, die noise cancelling. Als je het aanzet, dan verdwijn je gewoon in een stilte. Alles om je heen, dat is er niet meer. Het is gewoon stil. En dat is wel echt heerlijk. Ik heb het geprobeerd met een vliegtuiggeluidsdemo. En dan verdwijnt er wel echt een hoop van het geluid van het vliegtuig. Je kunt daarna gewoon een filmpje kijken en rustig genieten zonder die herrie om je heen. En een ander voorbeeld, ik liep thuis door de trappengang van mijn appartement en ik had de Ambient Aware aan. Dus ik hoor mezelf door de trap lopen en ik vond het, ja, mooi klinken. Het lijkt namelijk net alsof ik een koptelefoon op heb met twee grote gaten erin, want het klonk echt heel realistisch. Ik druk mijn noise cancelling aan en op een gegeven moment, alles is weg.
Ik zie mijn voeten gaan, maar ik hoor niks meer. En ik had geen muziek op, ik hoor gewoon niks meer. En normaal gesproken is noise cancelling heel goed bij constant geluid. Maar ook nu hoorde ik mijn voetstappen gewoon niet meer over die trap gaan. Dus dat heeft wel echt indruk op me gemaakt. En voorheen had je in de app een schuifje waarmee je dus de noise cancelling aan kunt zetten of halverwege of helemaal de ambient aware aan. Dat is er nu niet meer. Je hebt nu gewoon twee standen. Dat is of de noise cancelling aan of de ambient aware aan. Dus met andere woorden, of helemaal stil of je hoort alles in je omgeving heel goed. Betekent alleen wel dat je dit nooit uit kan zetten. Dus als je op de fiets bent, dan zul je altijd dat versterkte geluid van de wind horen. Dus met andere woorden, op de fiets kun je hem beter niet gebruiken. Maar het is wel lekker makkelijk dat je met een simpele knop, druk op de knop hier zo, op de linker oorschelp, kun je switchen van noise cancelling of ambient aware. Qua connectiviteit beschikt hij over Bluetooth 5.1 en beschikt hij over multipoint pairing. En dan is een hele relaxte functie, want dat wil zeggen dat hij met twee apparaten tegelijkertijd verbonden kan zijn. Dus bijvoorbeeld met en je laptop en met je telefoon. Dus als je thuis lekker aan het werk bent, dan kan je dus en bellen via Zoom met je collega's met de koptelefoon. Maar tegelijkertijd, als je daarna ook eventjes op Instagram wil kijken en video's wil checken, dan kan dat ook tegelijkertijd. Nou, tegelijkertijd. Je moet eerst de video eventueel op je laptop uitzetten voordat hij het geluid overneemt op je telefoon. Maar goed, het is in ieder geval relaxed dat je niet steeds van oordopjes hoeft te wisselen of de koptelefoon af hoeft te doen. Die kun je gewoon aanhouden en voor de rest bedien je alles met de muis en met je telefoon. En dat is wel echt heel relaxed. Nou, de app die is heel simpel gehouden. Daar bedien je enkele basisdingen in. Zoals het volume, de noise cancelling en de bronnen die aangesloten zijn. Hè, dus de aangesloten apparaten. Die kun je beheren. En daarnaast heeft hij hele mooie animaties die uitleggen hoe de knoppen precies werken op de koptelefoon. Daarnaast kun je in de app ook instellen na hoeveel minuten je wil dat hij zichzelf uitschakelt als je hem niet gebruikt. Om dus batterij te besparen. Qua accuduur kan de koptelefoon 24 uur mee. Nou ja, dat zijn toch zeker 2 à 3 volledige werkdagen achter elkaar voordat je hem weer moet opladen. En is hij helemaal leeg, dan hoef je maar 15 minuutjes op te laden en dan kun je alweer 3 uur vooruit. Nou, prima scoren. Kijken we ook eventjes naar wat er in de doos zit. Het begint natuurlijk met die vrij chique hardcase die wordt meegeleverd waar de koptelefoon mooi in past. Aan de linkerkant heb je ook nog ruimte voor 2 snoertjes. Die worden meegeleverd. Eerst is het oplaadsnoertje, vrij kort. USB-C natuurlijk. Overigens wordt het blokje niet meegeleverd, dus die moet je nog gebruiken voor je telefoon. Het andere snoertje, die kun je gebruiken om bedraad muziek te luisteren. Zodoende kun je nog net iets langer doen met de accu van de koptelefoon. En wat wel opviel, is dat dit het eerste topmodel is van een fabrikant waarbij geen vliegtuigplug wordt meegeleverd. En dan denk ik, nou, is ook wel terecht, want in welk vliegtuig heb je nog die plug nodig? Volgens mij in geen enkele. Conclusie. Bose heeft gewoon weer een topmodel neergezet. Ja, die noise cancelling is gewoon weer super sterk. Ze hebben het simpel gehouden, 2 standen. Hij klinkt mooi, het is een mooi helder geluid wat eruit komt. Ook de belkwaliteit is heel sterk, ondanks dat het nog in je omgeving best wel luidruchtig is. Hij heeft die multipoint pairing, heel makkelijk, fijn dat het er is nu, 2 apparaten tegelijkertijd. En hij zit gewoon echt heel lekker. Je kan er uren mee op je hoofd zitten zonder dat je er echt last van krijgt. Dus met andere woorden, de Bose QuietComfort 45 kan gewoon weer meedoen met de top. Nou, wil je iets minder betalen? Kan natuurlijk ook. Check dan ook zeker even deze video. Daarin vergelijk ik ze 2 voorgangers met elkaar in een aflevering van Audio Vergelijken. En vond je deze video nou interessant, leuk, hebben er iets aan gehad, nuttig? Laat het dan ook zeker even weten met een duimpje omhoog hieronder. Heb je vragen? Doe het in de reacties. En voor nu, tot de volgende video. Ciao!